Occupatie is bij wet verboden, dus als personen zich toch hieraan schuldig maken, kunnen ze gestraft worden. Dit zegt Roline Samsudin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Volgens haar is het occuperen van andermans percelen een probleem dat zich al jaren voordoet. We willen dat er nu een eind hieraan komt, benadrukt de minister. Onze nieuwsdienst sprak haar naar aanleiding van het occupatieprobleem dat zich recent heeft voorgedaan te Sunny Point. Samsudin zegt dat het ministerie de afgelopen jaren is geconfronteerd met het probleem dat personen eigendomspercelen van anderen hebben geoccupeerd. De burgers kennen het verschil niet tussen eigendom en grond. Dus ze denken, als ze bouwen, dan gaat de staat inkomen. Maar het kan niet, omdat de eigenaar, als hij een eigendomsgebied, een terrein heeft, dan wil hij ook. Als ik hem moet compenseren, wil hij ook een terrein, een eigendom. En de staat Suriname kent die titel niet, eigendom. Toch, wij geven grond in grondhuur. In het verleden was het erfpacht of in huur. En dat wordt dan een heel groot probleem. Als je dan moet gaan compenseren, dan moet de staat dan gewoon geld neertellen. En dat kunnen wij op het ogenblik absoluut niet missen. Wat we nu zeggen is dus, en dat is het voorbeeld wat we bij de laatste occupatieprobleem hebben proberen toe te passen. Dat is dat de mensen een aanbod doen om te zeggen, kijk, je bent dan als eerste in de gelegenheid om een kavel te kopen waar je hebt gebouwd. De verkavelaar van het gebied Sunny Point is volgens de bewindsvrouw nog schappelijk geweest. Hij heeft de occupanten de optie geboden dat ze het stuk grond waarop ze hebben gebouwd mogen kopen. Maar u begrijpt dat dat ook niet zo gewoon met een 1, 2, 3 gebeurt. Omdat de mensen ook kriskras hebben gebouwd zonder een bouwvergunning ook. Begrijpt u? Dus in veel opzicht, we willen wel rekening houden met de mensen. Sommige mensen hebben het uit de woning gedaan. Maar het blijft een probleem, want je bent in alle opzichten ben je verkeerd bezig geweest. En illegaal. Dus om terug te komen op de laatste verkaveling. De verkavelaar is hier geweest. We hebben hem eerst gevraagd of hij een compensatie wil. Hij wilde geen compensatie. Dus hij wil, als hij zegt als de staat het wil kopen, is hij wel bereid om te verkopen. Aangezien de staat het niet kan kopen, en het zou ook oneerlijk zijn tegenover de rest van de bevolking, want die mensen, begrijpt u, de mensen die op een legale wijze hebben aangevraagd, die wachten rusten. Tot zover Roline Samsudin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Onze nieuwsdienst sprak haar naar aanleiding van het occupatieprobleem dat zich recent heeft voorgedaan te Sunny Point.